Goedenavond. 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 Welkom op de webinar De Impact van de NTA 7516 op de eerste lijn zorg. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Daar gaan we het vanavond over hebben, over de NTA 7516. Ik hoop dat ik duidelijk verstaanbaar ben. Even kijken of ik die allemaal goed heb. Zo, waar gaan we het vanavond over hebben? Ik wil graag met jullie, ik wil graag jullie even meenemen door de agenda heen. Zodat ik een beeld heb wat jullie kunnen verwachten voor het komende half uur tot drie kwartier. Als eerst een stukje introductie. Een stukje introductie van Arcus IT. Dan wel ICTaurus. Daarna vertel ik wat over wat is nu eigenlijk die NTA 7516. En vervolgens welke eisen komen daarvoor uit voort. En daarna de gevolgen voor de situatie. Er zijn heel wat situaties mogelijk. Daar komen we straks op terug. En welke oplossingen er zijn beschikbaar zijn om te voldoen aan deze norm. En daarna is er wat ruimte om via chat vragen te stellen. Dat mag ook tussentijds. Bij mij zit Edo de Voogd. Hij zal een stukje vragen beantwoorden, inhoudelijk over die gesteld worden via de chat. Mochten er antwoorden niet direct gegeven kunnen worden, of vraagt dat wat uitzoekwerk, dan komen wij daar in de volgende dagen op terug, zodat alle antwoorden beantwoord worden. Het geluid is niet te verstaan. Gaat dit beter? Even. Ik hoor niet wat jullie horen, dus ik hoor graag jullie reactie, of tenminste, in de chat. Mooi. Luid en duidelijk verstaanbaar. Helder. Oké. Prima. Dank je. Even van het scherm. Goed, een stukje introductie over Arcus IT. Want ongetwijfeld hebben jullie meegekregen dat wij afgelopen zomer, juli, zijn overgenomen door Arcus IT als ICTAurus zijnde. En ondertussen gaat het gestaag door met deze groep. En hebben we inmiddels vestigingen in Zwolle, Rotterdam, Oud-Gastel en de laatste die erbij gekomen is Emmen. En dat betekent dat namen zoals Loyal, Floating Bite, Lesage onderdeel geworden zijn van de Arcus groep en ook allemaal daarin opgaan. Net zoals wij sinds afgelopen week ook officieel volledig de naam Arcus IT voeren, zodat we daarin eenduidig naar buiten kunnen treden. Met als doelstelling in de breedste zin rendement door het inzet van IT. Dat doen we eigenlijk op een aantal vlakken. Dat doen we in de retail. Dat is een vertical, zoals we dat noemen. En dat doen we voor onder andere ook voor de eerste lijn zorg. Waar wij vandaan komen. Ja, dat doen we door middel van het slim inzetten van technische oplossingen, zoals een cloud, een workspace. Ofwel de online werkplek. Of het gaat om VoIP. Of het gaat om een stukje security, werkplekbeheer. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat die complexe materie aan de achtergrond goed draait. Om de HIS-applicatie of een apothekersinformatiesysteem goed naar boven te laten komen, goed te laten functioneren. En daarin willen we de branche-expert worden als het gaat om HIS, om een HIS of een AIS-applicatie. Goed, wat is nu eigenlijk die NTA 7516? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat houdt het nou precies in? In eerste instantie is het een norm die is uitgegeven door de NEN. De NEN is een Nederlandse organisatie die standaardisatie in de gaten houdt, maar ook normen stelt, bijvoorbeeld in dit geval voor ad hoc communicatie. En ad hoc communicatie, wat valt eronder? Dat is eigenlijk e-mailen, zoals we dat eigenlijk gewoon kennen natuurlijk, en het chatten
via een instant messenger bijvoorbeeld. En waar gaat het dan heel specifiek over? Het gaat dan heel specifiek over het delen of het sturen van medische informatie, van bijzondere gegevens met andere partijen of met andere personen. Wat hebben we vaak al wel geregeld? He, binnen de omgevingen wordt je vaak, wat vaak binnen de praktijken al gedaan wordt, er zijn heel veel procedures, er zijn werkinstructies, er zijn afspraken hoe met bepaalde dingen omgegaan wordt. Daarnaast hebben we ook heel vaak een stukje fysieke beveiliging. Er zit een slot op de voordeur, er zit een slot op de, misschien wel op de archiefkasten. Van de analoge patiëntendossiers. Zo is daar het een en ander aan toegevoegd dat niet direct dat toegankelijk is. En als dat niet is, dan hebben we altijd nog een stukje netwerkbeveiliging. Ofwel, je komt niet zomaar ergens op het netwerk door een pc en het kabeltje in het netwerk te prikken. En mocht dat toch zo zijn, dan is er altijd nog een stukje computerbeveiliging. En computerbeveiliging die zorgt ervoor dat je middels een wachtwoord of een gebruikersnaam kunt inloggen. En een stukje antivirus bijvoorbeeld, dat zorgt dat het ook niet allemaal automatisch gebeurt. Maar die ketting is vrij lang, dus het bevat een hoop schakels. En hier geeft daar juist die NTA 7516 invulling op, om te zorgen dat ook daar in die communicatie, dat het afgedekt is. En dan kun je afvragen, wat valt er nu eigenlijk onder? En wat valt er ook niet onder? Dat is ook wel relevant. En dat betekent eigenlijk niet dat er niets voor geregeld moet worden. Maar daar beschrijft de NTA 7516 eigenlijk niets over. Wat er wel bijvoorbeeld in zit, is echt het ad hoc verkeer, berichtenverkeer. Ad hoc berichtenverkeer is de e-mail meest voor de hand liggende. Maar dat kan bijvoorbeeld ook vanuit een portal komen. En ook de chatapplicaties, zoals een LAN Messenger, wordt veel gebruikt. Of een Teams bijvoorbeeld, heel bekend. Of andere bekende chat-applicaties die daarvoor zien. Die worden beschreven binnen die NTA 7516. Daar worden uitspraken over gedaan hoe daarmee omgegaan moet worden. Zowel in technische als in organisatorische zin. Wat valt er dan niet onder? De fax, real-time communicatie. Dus dat betekent beeldbellen. Daar beschrijft dus de NTA 7516 niets over. Onderling e-mail, en daarmee wordt bedoeld het in de praktijk tussen gebruikers en medewerkers e-mailen. Sowieso is na afloop de presentatie digitaal beschikbaar en nog gelegenheid om te downloaden. Wellicht dat daar ook wat het geluid beter is voor die gevallen waar het nu wat slechter is. Waar onderlinge e-mail... Wat ook niet ondervalt is bijvoorbeeld file transfer. Daar wordt ook niets over geschreven. Een veel gebruikte mechanisme is bijvoorbeeld een Dropbox. Bijvoorbeeld. Daar wordt niet over gesproken dat dat waaraan voldaan moet worden. Overigens is vanuit AVG een Dropbox bijvoorbeeld al uit den boze. Over de papieren dossiers en over de uitwisseling van gestructureerde informatie. En wat wordt daarmee bedoeld? Met gestructureerde informatieuitwisseling wordt bedoeld de EDIFAC bijvoorbeeld. Dus de communicatie die aan de achterzijde van een HIS-applicatie of een apothekersinformatiesysteem wordt uitgewisseld met een ketenzorger. En dat wordt daar ook niet in besproken en vastgelegd. Goed. En als we het hebben over communiceren tussen de verzender en de ontvanger, waar hebben we het dan eigenlijk over? Dan hebben we het over een persoon. En een persoon is dan een zorgcliënt bijvoorbeeld. En de professional is in die zin degene die de meeste informatie ontvangt, dan wel gaat versturen. En dat bent u dan in dit geval als huisarts zijnde, of als praktijkmanager, of als assistente. Maar in ieder geval, de basis ligt... je bent zorgprofessional en je hebt toegang tot je hebt geautoriseerd toegang tot medische gegevens.
En welke eisen worden dan bijvoorbeeld gesteld vanuit de NTA 7516? Waar moet aan voldaan worden in de huidige regelgeving? Een van de facetten die wel bekend zijn, en die waarschijnlijk ook wel vanuit de HIS-applicatie bekend zijn, is het stukje meervoudige authenticatie. Dat je middel van een wachtwoord en een gebruikersnaam ergens toegang toe krijgt. En vervolgens wordt er een code gegenereerd via een app, op een telefoon of via een sms-bericht. En dat samen maakt uiteindelijk dat er meervoudige authenticatie is en toegang wordt verkregen tot die bijzondere gegevens. Een andere eis binnen de NTA 7516 is ook dat het herleidbaar moet zijn tot een persoon. Ofwel, het moet duidelijk zijn dat een persoon het doet. En wat veel gebruikt wordt in praktijk is bijvoorbeeld het e-mailadres PHGGZ. Daar worden medische gegevens mee verstuurd. En het versturen van die gegevens kent eigenlijk alleen maar als afzendadres PHGGZ. Dat kan niet meer. Dat moet echt een naam zijn. Dat moet duidelijk zijn, ook in het eerste oogopslag, dat daar een persoon achter zit met een echte naam. Anderzijds, wat er ook een eis is, is dat de persoon, dus bijvoorbeeld een zorgcliënt in kwestie, die heeft natuurlijk niet die middelen, of niet altijd die middelen, zoals dat een professional kan. De zorgprofessional zal moeten faciliteren dat bijzondere gegevens verstuurd aan een persoon, aan een zorgcliënt bijvoorbeeld, ook veilig ontsloten kan worden. En dus veilig toegang moet krijgen tot zo'n systeem. Dat is bijvoorbeeld ook een eis. Andere eisen die eraan gesteld worden, is bijvoorbeeld dan een systeem waar zeg maar, ik neem maar even Outlook als voorbeeld, dat moet ook proactief en actief beheerd worden. En dat betekent dus dat security patches, updates, dat soort zaken, die zorgen dat de veiligheidsnorm regelmatig getoetst wordt. En ook zorgen dat het up-to-date en bijgewerkt is. Dat het ook een eis is die sowieso vanuit de AVG, maar ook vanuit de NTA 7516 geldt. Je kunt niet zomaar zeggen van een Office 2010 bijvoorbeeld, dat gaat niet meer werken. Dat gaat sowieso technisch niet meer werken. Daarnaast heb je nog een ander facet in die keten. De ketting is lang. Aan de achterzijde wordt gecommuniceerd met een soort postkantoor, een e-mailserver. En ook de zorgprofessional zal zich daarvan moeten overtuigen dat ook daar aan de norm gedaan wordt en dat die compliant is. Dat is niet te zien vanaf de buitenkant. Dat zal een leverancier zelf moeten vertellen. En alleen de vraag van, goh, zijn jullie NTA 7516 compliant, is eigenlijk niet goed genoeg. Er moet echt wel een serieuze vraag gesteld worden van, nou, hoe ziet dat er dan uit? En waar bestaat die beveiliging dan uit? En hoe is dat opgebouwd in jullie omgeving? Dat zijn technische maatregelen. Anderzijds heb je ook te maken met organisatorische maatregelen, zoals het documenteren. En wie mag zomaar e-mail verzenden en ontvangen binnen de praktijk? En hoe moet daarmee omgegaan worden? In detail betekent dit dat bijvoorbeeld aan oplossingen ook op andere eisen in detail gesteld worden. Dat een mailvoorziening bijvoorbeeld 99,8% beschikbaar moet zijn. Die beschikbaarheid die ligt best hoog. Dat betekent eigenlijk dat er maar een aantal uren per jaar geen beschikking is. En dat moet je als zorgprofessional dan wel kunnen faciliteren of eisen van een leverancier waarmee het contract gesloten is voor ad hoc e-mailverkeer. Ook de maximale uitval. Bijvoorbeeld een e-mail die verstuurd wordt, die moet eigenlijk aankomen. Of die moet aankomen. Daar komt het eigenlijk in de praktijk op neer. Er mag geen gegevensverlies plaatsvinden. En er moet altijd zorg gedragen worden dat zo'n bericht daadwerkelijk aankomt. Daar zijn de systemen voor beschikbaar. Dus wat dat betreft kan dat. En die eisen liggen best hoog. En ook terecht, denk ik. Daarnaast een stukje integriteit. Herkomstbevestiging. Je moet weten, zoals ik al net al vertelde, dat in eerste oogopslag duidelijk is van wie die mail komt.
Als we weer een e-mail als voorbeeld nemen, hè, die heeft een header. En het e-mail heeft een afzendadres en een afsluiter. En in die header, in dat afzendadres, dan moet in één oogopslag duidelijk zijn dat het bijvoorbeeld is van de naam van de medewerkster. Ik noem maar even wat, Sabine Jansen, die mailt vanuit het e-mailadres POHGGZ. En zo staat het dan ook in die header. En dat is een stukje technische inrichting, wat heel goed mogelijk is. En dat moet ervoor zorgen dat het duidelijk is. De verzender moet ook onweerlegbaar zijn. Dat komt een beetje op hetzelfde neer. Het moet duidelijk zijn dat het eigenlijk alleen maar van die vandaan kan komen. En dat heeft voornamelijk te maken met aan de achterkant de schakels, hoe die met elkaar verbonden zijn, hoe die berichten doorgeven aan elkaar, dat veilig is. En dat is een stukje wat een e-mailvoorziening, een postkantoor voor zijn rekening neemt. En de verzender, dat is nogal een dingetje, die moet geautoriseerd zijn. Dus, en geautoriseerd zijn in de procedure, hoe noem je dat ook alweer? In het beleid moet vastgelegd zijn dat deze medewerker ook mag versturen. Een medewerker die krijgt bijvoorbeeld een e-mail en die moet daar op de juiste manier op reageren op basis van een aantal criteria. En hij moet ervoor geautoriseerd zijn. Dus ook de vertrouwelijkheid, de toegangsvertrouwelijkheid, die moet er ook duidelijk in vastgelegd zijn. Dus bijvoorbeeld de toegang. We hebben net al gesproken over multi-factor authentication. En het moet ook een persoon zijn. Wat inhoudt is dat in de huidige praktijk veel met bijvoorbeeld assistent 1 tot en met assistent 10 als gebruiker zijn gedefinieerd. Die tijd is voorbij, dat kan niet meer. Als daar toegang tot bijzondere gegevens wordt verkregen, betekent dat altijd dat dat een persoon moet zijn die herleidbaar is. En een assistent 1 is helaas niet te herleiden naar een persoon. En dat maakt dat je altijd op basis van een persoon moet inloggen in het systeem, daar waar toegang tot bijzondere gegevens wordt verkregen. En bij de ene is dat ook computer het eerste aanmeldscherm. En in een andere situatie kan het wezen dat het alleen tot een mail of tot een webmail client kan zijn. Daarnaast worden er ook eisen gesteld aan de gebruiksvriendelijkheid. Ofwel, het moet gewoon laagdrempelig zijn. Dat moet voor iedereen te gebruiken zijn. Uiteraard voor de zorgprofessional die het gebruikt, maar ook zeker voor de zorgcliënt. Dat moet toegankelijk zijn, laagdrempelig. Ook beschrijft de NTA 7516 de dossierkoppeling van gegevens die verstuurd worden van ad hoc informatie en de HIS-applicatie of de apotheeksinformatiesysteem bijvoorbeeld. Ja, wat betekent dat nu in de praktijk? Want er moet wel wat gebeuren, er moet wel wat veranderen. Die bestaat eigenlijk uit twee dingen. Stel een beleid op, benoem, kijk hoe die communicatie, daar is informatie voor beschikbaar om dat beleid volgens een stappenplan uit te rollen. We hebben er zelf een security officer voor in dienst die daar het proces op zich kan nemen en zorgen dat dat geïmplementeerd wordt en onderhouden wordt. Dat zijn de procedures en regelgevingen, die kunnen dat conform doen, zodat daar geen alle duidelijkheid over is. Dat het ook geen wet is binnen de praktijk. En daarin wordt van alles benoemd. Ik heb er een aantal opgenoemd, maar er zijn er nog veel meer. Wie waar toegang heeft, hoe er gedelegeerd wordt, wat de bewaartermijnen zijn en sleutelbeheer bijvoorbeeld. En daarnaast ook een stukje monitoring van klopt het nog steeds. Het is een levende geheel. Het moet continu onderhouden worden. Dat is de essentie van dit. Goed, berichtenverkeer. In technische zin, hoe ziet dat eruit? Er zijn er wat... je hebt als persoon gebruik je een device om een bericht. Dit is een weergave ongeveer van de communicatie van de ketting, hoe die eruit ziet. Als zorgprofessional verstuur je een bericht
een ad hoc bericht naar een persoon bijvoorbeeld. En waar we met name over praten is eigenlijk over een stukje van de verzender, de client software en een deel van die infrastructuur waar je ook verantwoordelijkheid over hebt en zeker moet stellen zelf als je daar een contract mee sluit om te zorgen dat je hij ook aangeeft dat het compliant is, ja of nee. De persoon in kwestie die krijgt eigenlijk altijd de gegevens tot zijn beschikking. Al dan niet via, als hij zelf een veilige omgeving heeft, kan hij daarvan gebruik maken en versturen. Heeft hij het niet, dan zal de zorgprofessional daarvoor moeten zorg dragen. In de, denk ik, 9 van de 10 gevallen. En dat geldt bijvoorbeeld in de praktijk voor dat er een veilige e-mailclient moet zijn. En een veilige e-mailclient die moet op protocolniveau aan de achterzijde voldoen aan de eisen. Voor de ontvanger geldt dat ook. En als die dat niet heeft, dan zal die via een webportal toegang moeten krijgen tot die gegevens. Velen kennen dat denk ik wel. Als je op een gegeven moment een e-mail verstuurt met bijzondere gegevens naar een patiënt, dan krijgt hij een e-mail, een notificatie. Hey, ik heb van mijn huisarts een bericht gekregen. En vervolgens kan hij naar een webportal gaan en middels van Multifact Authentication toegang krijgen tot dat portal waar zijn bericht staat met zijn bijzondere gegevens over zijn bezoek aan de huisarts vanwege een reden. En kan op die manier communiceren, kan op die manier veilig communiceren met de zorgprofessional. Anderzijds is het regelen van ICT-beheer. Dat moet in de breedste zin moet dat onderhouden worden en voldoen aan de normen. De N7510 is daar een voorbeeld van. In de AVG natuurlijk in zijn algeheelheid. En inderdaad, ja, ook vanaf zul je patiëntendossiers beschikbaar moeten stellen aan je cliënten. En dat, daar zijn middelen, oplossingen voor. Ja, er zijn portals voor beschikbaar. Maar vanaf 1 juli ben je wettelijk eigenlijk verplicht om dat digitaal ter beschikking te stellen. En dat kan op 2 manieren. Heel veel hebben daar al een portal via de HIS-applicatie of via een andere constructie opengesteld voor de patiënten. Maar een USB-stick met een stukje beveiliging kan in theorie ook volstaan om het digitaal aan te bieden aan een patiënt. Ik denk niet dat het veel gebruikt wordt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zo niet tegengekomen. Maar technisch is het mogelijk en is het ook beschikbaar. Daarnaast dat stukje multifactor authentication blijft een ding. Vanuit verschillende hoeken moet je zorgen dat je veilig toegang blijft houden tot daar waar die gegevens zijn. Dat kan e-mail zijn, dat kan data op de server zijn, dat kan data ergens anders zijn. De praktijk moet daarvoor zorg dragen. En dat betekent in een omgeving waar bijvoorbeeld een server draait, dat via de server centraal geregeld kan worden. waar geen server draait, dat wordt wat meer uitdaging. Dan moet je toch andere dingen faciliteren. En dat kan bijvoorbeeld met een andere softwareoplossing. En zo'n oplossing kan op vele manieren geïmplementeerd worden. Nu heb ik een hapering met mijn dia. Dus ik moet eens even kijken hoe dat zit. Soms zit je thuis wel eens met een technisch dingetje en dat lijkt alsof dat nu ook gebeurt. Ik klik wel en ik zie helaas met de nodige vertraging. Ik hoop niet dat jullie daar. Ik hoop dat het geluid goed doorkomt. Klein momentje. Ja, dat was die. Sorry. Wat voor oplossingen zijn er eigenlijk beschikbaar voor de praktijk? Die is best lastig. Want er is geen maatwerkoplossing, omdat elke omgeving er anders uitziet. Maar er zijn wel oplossingen. En afhankelijk van de eigen omgeving, waar we op een later moment in detail op terug kunnen komen, zodat het een stukje maatwerk is wat er moet gebeuren,
is dat er bijvoorbeeld een Duo is. Dat is een stukje software waarmee multifactor authentication gedaan kan worden. En dat is een prima tool. Daar waar bijvoorbeeld de Microsoft Server draait, kan dat een oplossing zijn. Anderzijds is er ook Microsoft Multifactor Authentication van zichzelf. Die hebben ook mogelijkheden. Je moet ook als persoon zijnde inloggen. Daar waar vroeger heel veel assistenten werd gebruikt, biedt bijvoorbeeld Roaming Profiles een oplossing. Om te zorgen dat je als persoon inlogt daadwerkelijk op de computer, op het systeem. Om toegang te krijgen tot. Ook zijn er natuurlijk veilige mailoplossingen. Via een webclient of via een applicatie op de PC. Zoals bijvoorbeeld Outlook. En vaak, wat een van de dingen die er heel vaak naar voren komen, is dat je eigenlijk heel snel tot een oplossing komt. Zoals bijvoorbeeld een Microsoft 365. En zo'n oplossing die biedt eigenlijk een aantal maatregelen waarmee automatisch aan een aantal regels wordt voldaan om een veilig, want het stelt persoonsgebonden multifactor authentication. En dan regel je eigenlijk met één klap heel veel dingen. Het wil niet zeggen dat het voor elke omgeving de meest ideale oplossing is, maar het biedt wel heel vaak een efficiënte oplossing. Ook proactief beheer is mogelijk. Hè? Die oplossingen zijn ook beschikbaar. Het is gewoon heel goed mogelijk om op een kosteneffectieve manier heel efficiënt te zorgen dat een werkstation altijd up-to-date is en voorzien van de laatste security patches en oplossingen, zodat je zeker weet dat dat voor elkaar is. En dat je daar ook geen zorgen over hebt. Ik kan ook eigenlijk bijna niet anders benadrukken dat besteed het uit. De ene is goed in pleisters plakken en de andere is goed computerkamers aan elkaar plakken. Ik denk dat die altijd waar is. Daarnaast is het ook om te zorgen of het wel voldoet, kun je stellen van oké, wij willen wel op periodieke basis een audit. Hoe goed staan we daarvoor? Besteed het uit, laat het extern toetsen. Zorgt veel beter dat het geëmbed en geborgd wordt als dat het vaak intern gebeurt, is onze ervaring. We hebben daar de professionals voor in huis, die daar heel duidelijk een stappenplan voor hebben, wat helemaal geen dure aangelegenheid is. Maar wel heel goed en beproefd. En daarnaast, stel intern procedures op. Vraag je af van hoe conform de NTA met het beantwoorden van een mail, met het doorsturen van een mail. E-mail komt op verschillende manieren binnen. Dat is toch een van de meest gebruikte communicatievormen. Als daar bijzondere gegevens is, dat het duidelijk herkend wordt. En afhankelijk van de methode hoe je verstuurd is. Hè. Bijvoorbeeld wordt vanaf een Gmail-adres worden bijzondere gegevens verstuurd. Mag je daar dan bijvoorbeeld zomaar op antwoorden? Nee. Als daar bijzondere gegevens zitten, dan moet dat via een veilige manier, via een andere route gaan. Dus eenvoudig replyen is daar niet meer bij. En daar zijn best wel wat oplossingen voor. Zoals Innovation biedt bijvoorbeeld oplossingen. Ziffer biedt oplossingen. Er zijn dan wel diverse. Maar nogmaals, het hangt sterk af van de situatie, heel specifiek. Want wat is er nu en hoe kom ik daar in die veilige omgeving? Goed, ondertussen zijn we al aardig opgeschoten. En zie ik dat mijn scherm weer hapert. Tot mijn grote plezier. Ik weet niet of er nog iemand vragen heeft die... Die kunnen sowieso natuurlijk in de chat gesteld worden. Die Edo zal beantwoorden. En waar niet, zal daar nog op terugkomen. Daarnaast is er... daarnaast wordt deze opname, die krijgt u nog als download beschikbaar. Dus die kan wel teruggekeken worden. En ik kan me voorstellen dat het helemaal niet alles beantwoord is. En... we hebben natuurlijk ook, zijn we bereikbaar per telefoon of per e-mail om daar morgen of op een later moment op terug te komen. Dus dat is even het idee erachter. En dat is eigenlijk een beetje, dat is niet eigenlijk een beetje, dat is tot zover mijn verhaal over NTA 7516.
Ik hoop dat het duidelijk geweest is, dat het informatie heeft gebracht. Ik kan me voorstellen dat het echt nog vragen zijn. Het is ook best een complexe materie om dat te implementeren. En we komen daar graag over in gesprek met jullie. En wij zijn er beiden, zowel Edo de Voogd als ik, zijn daarvoor aanspreekbaar. Hier staat onze e-mailadres en het telefoonnummer. En nou, mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Goed, nou ook namens Edo bedankt. Ik wens u een fijne avond. Ik weet niet of er nog vragen zijn via de chat. Anders dan ga ik hem zo afsluiten. En dan komen we daar de volgende keer op terug. Graag gedaan. Ja, bedankt. Ja. Leuk. Yes. Goed. Dan denk ik dat ik de sessie ga sluiten. Dus het beeld gaat zo op zwart. En een fijne avond. Als de knop werkt.